Lingo wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. Woorden schieten tekort. Dit is Lingo! Hallo en welkom bij de laatste aflevering op NPO 2 van Lingo! Met vandaag in 10-1 wonen samen Jeroen en Madelon. Jeroen is business controller en Madelon programmamanager bij een bouwbedrijf. En in team 2 vrienden Erwin en Valerie. Zij doen allebei de opleiding communicatie, event, music en entertainment studies. Zij houdt het nog één keer gewoon bij Lingo. Lucille! Ja, lieve JP, je bent ook nog eens een keertje jarig van jou, dus ik wil even één hoeraatje voor JP. Wow! Dank u wel, dank u wel. Maar lieve schat. Ja. Ja. De laatste. Woorden schieten bijna tekort, hè? Eigenlijk wel, ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Nee, maar toch wil ik één ding van je weten. Vertel. Je mooiste Lingo-herinnering. Ja, toen we de vorige keer zo in de gevarenzone waren, dat we het hele land met ons meekregen. De politiek, de Tweede Kamer, die zich achter Lingo schaarde en ervoor zorgde dat we weer terug op de buis kwamen. En dat vond ik zo'n geweldig gevoel om te weten dat we zo gesteund waren. En dat gevoel heb ik de afgelopen weken eigenlijk ook. Door zoveel mensen, bedoel, zoveel brieven, zoveel mailtjes, zoveel kaarten. Enorm. En mensen hier in de studio die eigenlijk met tranen in hun ogen zeiden dat Lingo hun baken in de dag was. Ja. Voor Lingo, na Lingo. Mensen met Alzheimer die dagelijks keken om hun hersenen te scherpen. Anderstaligen, nou, noem maar op. Eigenlijk al die herinneringen samen zijn de mooiste Lingo-herinnering voor mij. Prachtig, JP. En we zijn er nog, want we zijn er vandaag met 4 prachtige kandidaten. Heerlijk. Dus we gaan beginnen met jou, Valerie. Ja. Heel veel succes. De allereerste letter komt in beeld en het is een D. Druif. D-R-U-I-F. Erwin. Doven. D-O-V-E-N. Dadel. D-A-D-E-L. Deken. D-E-K-E-N. En nu? Draak. D-R-A-A-K. Draak, zeg je? Ja. Nee, je weet dat dit niet goed kan zijn, dus we gaan naar de 6e beurt. Madelon en Jeroen. Enig idee, met een bonusletter is het makkelijk. Dwaas. Dan is het D-W-A-A-S. Dwaas. Het is een beetje een dwaze dag ook vandaag. Dus dit woord past er prima bij. En jullie mogen een duik nemen in de ballenbak. Madelon, de allereerste bak. Of bal. 57. Bal nummer 57. Jeroen. 27. En bal nummer 27 is gepakt. Jeroen mag door met het maken van een nieuw woord. Een E. Eiken. E-I-K-E-N. Madelon? Madelon, die ziet het eventjes niet. Erwin, jij krijgt een bonusletter en dat is een N. Einde. E-I-N-D-E. Ja, einde. Nummer 2. Bal nummer 2. Groene bal van vanavond. Nummer 6. Oké, Erwin mag door. Nieuwe letter. Een V. Vegen. V-E-G-E-N. Vraag. V-R-A-A-G. Veter, V-E-T-E-R. Vijgen, V-lange-I-G-E-N. Vinden, V-I-N-D-E-N. Vinden, dit kan natuurlijk. Ja hoor, aanvoegende wijs, ja. Oké, maar niet de oplossing, 6e beurt, Madelon en Jeroen. Goed leggen. Ja. Vloek. V-L-O-E-K, vloek. Jongens, laat het niet te lang duren, want dan gaat zo de zoemer. Vloek is goed! Yeah!
31. Bal nummer 31 is gepakt. En 63. En bal nummer 63. Alle vier, handen bij de knoppen. En doe thuis toch even mee met die mooie 10 letterwoorden die we vanavond hebben. Ja, de 10 letterwoorden gaan vanavond over koninklijke fans van Lingo. Koninklijke fans van Lingo. En er is gedrukt... Liefhebber. Liefhebber! Ja, en die hebben nogal wat, koninklijke fans, JP. Hé, toch een beetje de laatste, hè, zo op Nederland 2 of op NPO 2 vandaag. Wat zijn nou eigenlijk jullie mooiste Lingo-herinneringen? Ja, de meest voorname die dan bij mij naar boven komt, is die met Robert Jensen en Jan Paparazzi. Ja. En waarom die? Nou ja, die is me het beste bijgebleven. Ik weet niet of ik daar verder over had niet blijven. Je wilt er niet verder over uit, maar dat hoeft ook helemaal niet. Voor de mensen die het niet gezien hebben, we praten het niet meer over. Valerie, jouw meest legendarische uitzending van Lingo die jij gezien hebt, waarvan je dacht, nou, die blijft nog wel een beetje op het netvlies zitten. Vind ik moeilijk om te zeggen, maar wat mij vooral bij is gebleven is de CD-ROM. En dan deed ik ook kinderlingo. De CD-ROM? Ja, dat is iets uit de prehistorie. Ik wou net zeggen, het woord CD-ROM, dat ken ik eigenlijk al bijna helemaal niet. Met drie letters. Ja. Met drie letters was het toen nog. Hebben we ooit drie letters? Nee, JP, we op de CD-ROM kon je dat doen, maar de CD-ROM is van voor onze tijd, Lucille. Ja, dus, ja, het is me wel bijgebleven. Heel goed. Dat is je wel bijgebleven. Nou, de CD-ROM waarop je drie letter lingo kon spelen. Nou, ik vind het hele mooie herinneringen en ik wens jullie vanavond heel veel succes. Zet hem op! Dank je wel. Valerie en Erwin! Tja, JP. Wat? Nou, ik zit nog steeds aan die zin erom te denken. Madelon, heb jij een mooie Lingo-herinnering? Nou, wij hebben de 25-jaar-uitzending, die hebben wij hier op de tribune mogen volgen. En dat was een hele leuke ervaring. En toen hebben jullie natuurlijk die selectie moeten doen. Ja. Dat hebben jullie heel goed gedaan, daarom staan jullie hier ook vandaag. Jeroen, dan kom jij natuurlijk ook weer met een prachtige herinnering. Ja, ik weet niet of dat misschien de herinnering is die je ook meteen op wil halen. Maar er speelde ooit iemand een 7-letterwoord met een C. En dat is toch een, ja... Zonder daar ja, maar dat woord dat kunnen we best nog wel een keer herhalen. Kumshot. Ja, oh ja. Dat was hem, dat hè? Was hem inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja, en het woord was goed, maar het moest een beetje anders worden uitgesproken. En dat heeft JP toen heel prachtig en mooi omschreven. Mooi. Uitstekend uit het uitstekend gedaan. Dat gaan we ook niet meer herhalen. Maar jongens, wat hebben we prachtige herinneringen aan dit mooie spel. Heel veel succes vanavond. Jeroen en Marlon. Ja, en wij gaan hier verder met de 6-letter lingo. Er komt dus een letter bij. Het is een beetje schakelen, Jeroen, maar daar kom jij vast wel uit. Dit is de eerste letter. Hangen. H-A-N-G-E-N. Harige. H-A-R-I-G-E. Hotels. H-O-T-E-L-S. Hotels. Hollen, H-O-L-L-E-N. Huilen, H-U-I-L-E-N. Huilen. Ja, dat doen we natuurlijk allemaal toch stiekem wel een beetje vandaag. 45. Bal nummer 45, daar midden op de kaart. Twee lingo-mogelijkheden nu, Jeroen. 49. 49. En dan komen er weer een aantal bij. Madelon. Ontzag, O-N-T-Z-A-G. Omkeer, O-M-K-E-E-R. Ouders, O-U-D-E-R-S. De bonusletter, Valerie, enig idee? Omroep, O-M-R-O-E-P. Juist. Ballen met 54. Waar is dat laatste groene balletje, Erwin? De rode bal is opnieuw gepakt. Nou, weet je wat we dan gaan doen? Een 10-letterwoord. Er even tussendoor. Koninklijke fans van Lingo, daar gaat het vanavond om. Prins Bernhard die belde af en toe met onze vorige presentatrice, weet je nog? En dit woord heeft daarmee te maken. Erwin. Nagelbloem. Ja!
Ja, een nagelbloem is een ander woord voor anjer. En zoals je je misschien herinnert, prins Bernhard droeg altijd een witte anjer. De witte anjer is in Nederland het teken voor verzet. In de eerste oorlogsmaanden gingen heel veel mensen, naar het voorbeeld van prins Bernhard, een witte anjer dragen. Nou, wellicht dat wij er ook eentje zouden kunnen dragen. Ja. Ja, nou, ik weet niet of iemand nagelbloemen gekocht heeft. Iemand nagelbloemen bij? Nee, is allemaal niet nodig. Ik zie allemaal door. Stralende gezichten. Marlon. Boring. B-O-R-I-N-G. Burcht. B-U-R-C-H-T. Balsem. B-A-L-S-E-M. Balken. B-A-L-K-E-N. Ballen. B-A-L-L-E-N. Ja, Marlon was eerder. Ballen. En het is al gespeld. En dat is goed. Yeah. 17. Bal nummer 17. Kom op, Jeroen. Waar is Lingo? Dan had je die beurt zo hard nodig. Ja. En dan gaan we toch naar het tweede team. Erwin, in dit geval. Ja. Een F. Nee, Jeroen? Flater. F-L-A-T-E-R. Fysiek. F-Griekse-I-S-I-E-K. Fazant. F-A-Z-A-N-T. Fazant. Ja, nu? Fataal. F-A-T-A-A-L. En Valerie heeft goed naar het bord gekeken. En die zag al heel wat staan. Jongens, hoe krijgen jullie het toch voor elkaar dat er vanavond... het regent gewoon rode ballen. Ik denk dat het een soort van protest is vandaag. Oké, nou, dan gaan we verder met jou, Madelon. Een zet. Zachte, Z-A-C-H-T-E. Zuigen, Z-U-I-G-E-N. Zorgen, Z-O-R-G-E-N. Zalven, Z-A-L-V-E-N. Zweven, Z-W-E-V-E-N. Nee, Madelon die ziet het even niet meer zitten. Die begint wat te zweven. Dus dan ga ik maar gauw naar Valerie en Erwin. Jullie mogen even kort overleggen. Zwijgen. Zwijgen, Z-W-I-G-E-N. Zwijgen is hier gezegd. En dat is goed. De kraak is gelukt. €160 nu voor team 1. 3-10 voor team 2. 41. En oh jongens, wat een lingo-kansen allemaal. 9. Hou eens op. Oké. Het om en omboord. Valerie en Erwin mogen hieraan beginnen. Jullie mogen overleggen met elkaar en de beurt gaat om en om. Een W. Winkels. W-I-N-K-E-L-S. Madelon en Jeroen. Weekend. W-E-E-K-E-N-D. En team 2. Woning. W-O-N-I-N-G. Nee, want het is een woning waar je niet in kan wonen. Madelon en Jeroen. Wonderen. Oh, W-O-N-D-E-R-E. Wonderen. Ja, de wonderenwereld. Ja, ja, wonderenwereld, ja. Woorden. W-O-O-R-D-E-N. Natuurlijk, zonder woorden geen lingo. Ban nummer 40. Nummer 10. En ban nummer 10. En dat komt mooi uit, want wij gaan door met het team letterwoord. Koninklijke Lingo-fans, onze koningin kijkt naar verluid regelmatig Lingo met de kinderen.
Ja. Dommigheid? Dommigheid? Ga jij nu wel de goede kant op, JP? Ja, met dit antwoord? Zeker. Ja? Okay. Ach, weet je nog, dat was een beetje dom. Dat was eigenlijk de eerste zin die we in het Nederlands hoorden van onze koningin Maxima op tv. Later zou ze meer en veel beter Nederlands gaan spreken. Misschien ook omdat ze af en toe, naar verluid, met de kinderen, net zoals heel veel anderstaligen in Nederland, lingo kijkt. Juist. De stand. 160 euro voor Madelon en Jeroen. Dat is niet genoeg voor die plek in de finale. Valerie en Erwin gaan door met 410 euro. Madelon en Jeroen, ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie vandaag mee hebben gedaan aan Lingo. Ik weet zeker dat jullie de geschiedenis in boeken ingaan als ja, laatste kandidaten van het dagelijkse Lingo wat wij kennen. En daarom dacht ik, ik moet een passend cadeautje voor jullie weten te vinden. En dat heb ik gevonden. Want wie wil er nou niet op deze laatste dag die prachtige, populaire, beruchte, zo gewilde Lingotas! Yeah. De laatste finale van Lingo wordt vanavond gespeeld door Valerie en Erwin! Ja, en laten we dan vooral ook hopen dat het echt een spetterende finale wordt. Dat we jullie een geweldige cheque mogen overhandigen. Jullie hebben nu 410 euro, maar jullie verdienen meer. Goede spelers, goede kandidaten en de laatste finalisten. JP! Ja, Lucille. Het roze balletje, heb je in handen? Ja, Valerie en Erwin, ik wil aan al jullie Lingo-herinneringen graag een herinnering toevoegen. Eentje waaraan je nog lang zult terugdenken, omdat die zo relaxed, afwisselend en inspirerend was. Want als jullie zometeen onze grote roze vriend uit de bak pakken, gaan jullie eerst heerlijk uit eten. Dan genieten jullie van een prachtig theaterstuk. Om daarna bij te komen van alle indrukken in een super deluxe hotel met de volgende ochtend copieus ontbijtbuffet. En omdat je je herinneringen het best deelt met vrienden, mag je er nog twee uitnodigen. Zet hem op. Een hele mooie prijs, JP. Dankjewel. Ja, en lieve mensen thuis, uw naam komt wellicht voorbij. Dat zal dan ook voor de laatste keer zijn dat u wordt beloond met het vriendelijkste balletje van Nederland. Ik wil toch eigenlijk even een applausje voor dit prachtig mooie balletje die altijd heeft gezorgd voor zoveel mooie prijzen. Dit balletje stop ik in de ballenbak. In de hoop dat jullie hem er vanavond uit weten te vissen. Want het is een prachtige prijs die JP in petto heeft. De bal gaat in de bak en jullie beginnen aan de laatste 2,5 minuut. Yes. Valerie. Kussen. K-U-S-S-E-N. Kassen. K-A-S-S-E-N. Kasten. K-A-S-T-E-N. Pas. Kom op, Valerie. Persen, P-E-R-S-E-N. Pers die worden eruit vanavond. Persen, nee, Erwin. Ah jongens, kom, dit kan geen finale Polsen, zijn. Polsen, P-O-L-S-E-N. Ja? Geen blackout nou, Erwin? Nee, Prisma, P-R-I-S-M-A. Dat is het niet. We kijken naar de oplossing. En dan zien wij Passie, Valerie. Moeder, M-O-E-D-E-R. Moedig, M-O-D-M-O-E-D-I-G. Moedig? Jawel. Liever, L-I-E-V-E-R. Liefje, L-I-E-F-J-E. Liefde, L-I-E-F-D-E. Het mooiste woord wat we kennen. Yeah. Erwin. Mm-hmm. Rekken, R-E-K-K-E-N. Rennen, R-E-N-N-E-N. Remmen, R-E-M-M-E-N. Alle remmen los? Nee. Redden, R-E-D-D-E-N. Hé, wat is het nou?
Rellen. R-E-L-L-E-N. Nog net binnen de tijd. Rellen, is dat goed? Nee. Is het ook niet? We kijken naar de oplossing. Jongens, kom op. Ruim 10 seconden. Valerie. Torens. T-O-R-E-N-S. Terecht. T-E-R-E. De tijd is om. Het woord is nog niet terecht. Dus daar gaan we eens even naar kijken. De oplossing. Piraten. 3000 euro kunnen jullie vanavond hier in Lingo verdienen. En ik hoop werkelijk dat dat gaat lukken. Want we willen natuurlijk met een hele mooie check eindigen. Bal nummer 50 mag eruit vanavond. Ga je gang. Valerie. En de bal mag ongezien naar mij. De allereerste bal van vanavond, laat het alsjeblieft gebeuren, is bal nummer 6. En Erwin. Hoe lang kennen we niet het zilveren balletje al? Heel wat jaren. En dit zilveren balletje, dat betekent dat je gegarandeerd de helft hebt. Of zeg je, het is de laatste Lingo. Ik toon lef, ik ben een stoere kerel, een stoere meid en ik ga gewoon lekker door. Ik mag nog 2 ballen pakken. Wat moeten ze doen? Stoppen of doorgaan? Doorgaan. Nou, het is aan jullie. Ik denk dat we toch echt voor onszelf kiezen en dat we gaan stoppen. Jullie kiezen voor jezelf en jullie stoppen? Eenmaal, andermaal? De zilveren bal. Ze kiezen voor de zilveren bal. 1500 euro. Erwin, gefeliciteerd. Dankjewel. Valerie, jij. Vanavond verdiend. Wat ben ik blij dat ik toch nog een hele mooie check heb kunnen uitreiken. Maar lieve mensen thuis. Ik wil toch eigenlijk even een heel belangrijk woord tot u, tot jullie richten. 25 prachtige jaren hebben we gehad. Samen met u als kijker. En we kunnen eigenlijk maar 1 iemand bedanken. En dat bent u als publiek van Lingo. Want zonder u hadden we het nooit zo lang volgehouden en nooit zo lang kunnen maken. Dus mijn dank is groot. Ik denk dat het hele Lingo-team alleen maar dankbaarheid heeft voor u. En we zijn strijdbaar. Het lijkt misschien wel de laatste keer. Maar wie weet, ooit, ergens, dan zijn we er weer. Gewoon met Lingo. Heel graag. Tot dan! Dag! Thuis bij AfroTros. Lingo werd mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.